Tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée vandaag heeft de parlementariër Mahinder Yogi de regering om transparantie gevraagd over het pakkettenbeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hij vindt dat het ministerie met een overzicht moet komen van de groep die in aanmerking komt voor de sociale pakketten. Volgens Yogi geschiedt de verstrekking van pakketten niet eerlijk. Het verbaast hem ook dat zelfs vicepresident Ashwin Adin pakketten verstrekt aan behoeftige burgers. Ik zie dat het zo is dat zelfs de vicepresident, wanneer hij gaat naar een mandir, voorzitter, hij pakketten verdeelt. Aardappelen en uien, voorzitter. Ik bedoel, moet een vicepresident zich daarmee bezighouden, voorzitter? Of moet een vicepresident zich met beleid bezighouden, voorzitter? Zijn we bezig? We hebben dit land en dit volk al in een zodanige positie gemanoeuvreerd waar er nauwelijks ademruimte is, voorzitter. Zijn we bezig een aanslag te plegen op datgene wat het volk nog over heeft, voorzitter? Gaan we die mensen hun respect en alles wat ze nog hebben omkopen met een pakket, voorzitter? Voorzitter, en over pakketten gesproken. Voorzitter, we kijken naar de begroting van het ministerie van Sociale Zaken. We zien dat grote bedragen worden uitgegeven, voorzitter, onder allerlei noemers. Voorzitter, en we hebben die vraag hier gesteld van aan wie geef je die pakketten? Aan wie verkoop je die pakketten? En de minister heeft toen gezegd van luister, we gaan dat niet prijsgeven omdat het persoonlijke privacy is van mensen. Voorzitter, het gaat om balans ten schelde van die samenleving. En op zijn minst is het goed dat het parlement een overzicht krijgt van zwaai ik kies dit pakket. De parlementariër heeft verder geconstateerd dat zowel winkeliers als politici betrokken zijn bij de verstrekking van sociale pakketten. Maar er is een ander verschijnsel, voorzitter. En dat is dat winkeliers pakketten samenstellen. Politieke propagandisten, RR-leden, nemen de pakketten af, voorzitter. Verkopen dat aan mensen, brengen het geld terug naar die winkel. En zo'n winkel gaat ergens anders dat leveren, voorzitter. Dus er moet een bron zijn ergens, een depot zijn ergens, van waar deze dingen gebeuren. Maar ook politieke mensen gaan naar die plaatsen en nemen pakketten om zogenaamd te verkopen. Voorzitter, wanneer mensen arm zijn geworden door het beleid van die regering en wanneer die behoefte er is en die mensen die ondersteuning moeten krijgen, hebben we geen moeite daarmee dat die mensen die ondersteuning krijgen. Maar laat het duidelijk zijn, laat het overzichtelijk zijn, laat het transparant zijn. Laat die samenleving weten wie de mensen zijn die in aanmerking komen. Aldus VAP-parlementariër Mahinder Yogi vandaag tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée.